Goedenavond iedereen. Mijn naam is Sophie Dekenje, ik ben de directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Sophie Dekenje, ik ben de directeur van het Vlaams Architectuurinstituut en ik heet u van harte welkom op deze boekpresentatie Kerselaren, tekeningen en foto's van Bart Lodewijks en Jan Kempenaars. Toen Bart en Jan naar het VAI kwamen met de vraag of we mee wilden werken aan deze voorstelling, waren we meteen enthousiast. Recent gaven we de monografie heruit die Lampes in 1991 maakte naar aanleiding van zijn tentoonstelling in de Singel. En we hebben ook op dit moment een tentoonstelling lopen over het detail in het werk van Julian Lampes. Maar ook in de hoofdtentoonstelling die momenteel in onze tentoonstellingsruimte in de Singel staat, Repractice, Revisit, Return, van de architecten De Velder Vink Tailleux, is er een werk waarin studenten uit de Cass School of Architecture in Londen verder werken op het werk van Lampens. En we vonden het dus bijzonder boeiend om mee te kunnen werken aan de presentatie, de publieke presentatie van het boek van Jan en Bart. En we zijn op zoek naar de extra lagen die zij toevoegen aan het werk van Lampens, maar ook naar de autonomie van de tekenkunst van Bart en de fotografie van Jan ten opzichte van het werk van Julian Lampens. En om dit te onderzoeken hebben we vanavond een bijzonder rijk panel voor u samengebracht. Ik ben er heel blij mee. Iedereen was ook erg enthousiast toen we de uitnodiging stelden om vanavond deel te nemen. Het zijn allemaal architecten of curatoren die in de kern van de architectuur en de hedendaagse kunst werken in Vlaanderen en Brussel. Ze hebben verschillende profielen. En we willen zo verschillende perspectieven genereren op de samenwerking van Jan en Bart en de publicatie die eruit is voortgekomen. Ik zal de panelleden dadelijk aan u voorstellen, maar eerst zou ik heel graag in gesprek gaan met de makers van het boek, met Bart en Jan. En vervolgens gaan we de panelleden aan het woord laten. Ondertussen kan u ook vragen posten in de chat. En op het einde van het event, ongeveer binnen een uur, kunnen we de vragen aan bod laten komen. U kan vragen stellen voor iedereen, voor de panelleden of voor Bart en Jan. En mijn collega Egon Verleijen die zal de chat modereren en die zal de vragen bundelen en aan u later stellen aan het panel. Misschien Bart en Jan, ik weet niet of jullie in beeld kunnen komen. Dat is misschien ook fijn voor de mensen die thuis meevolgen om jullie ook te zien. Mijn eerste vraag is heel, heel eenvoudig. Hoe hebben jullie Lampes leren kennen? En hoe zijn jullie bij de kapel van Kerselaren terechtgekomen om dit werk te realiseren? Zal ik de spits afbijten verder dan? Ik kende zelf Lampens, het werk van Lampens, een beetje. Jan was daar meer en meer bekend. Jan heeft al een aantal jaren veel van zijn architectuur gefotografeerd. We werden eigenlijk bij een feestje bij Mark Manders geweest op het bestaan van de kapel van Kerselaren. Hebben die toen ook bezocht. Dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik een gebouw aantrof dat werkelijk wel gemaakt lijkt te zijn om met krijt betekend te worden. En het is natuurlijk een monument. Je mag daar niet zomaar op gaan tekenen, ook al is het krijt wat er gewoon van afregent. En we hebben toen contact opgenomen met de familie Lampens. En Julian, de architect zelf, heeft ons ontboden in zijn zorginstelling in Lichtenvelde. En daar zijn Jan en ik naartoe gegaan. En hebben we een heel bijzonder gesprek gevoerd met Lampens. En de strekking van het gesprek was eigenlijk dat hij aan ons vroeg: weten jullie eigenlijk wel waarom ik jullie heb ontboden? En we waren natuurlijk vereerd dat we daar mochten zijn. Maar hij zei: wisten jullie dat ik die kapel in krijt heb uitgetekend halverwege de jaren 60? Dus toen hij de oude kapel die op de Edelaarberg stond, die was afgebrand. En er werd een opdracht uitgeschreven voor een nieuwe kapel. En die heeft Lampens dan gewonnen. En die heeft hij eigenlijk gewonnen met een krijttekening. Dus het is eigenlijk net als ik, een krijttekenaar. En dat gesprek werd beklonken met een glas whisky. Alsof we elkaar eindelijk gevonden hadden. Dus ik voelde mij toen opeens ook heel erg jong. En hij heeft zich waarschijnlijk ook heel erg oud gevoeld. En anderhalf jaar later is hij ook overleden. Maar toen waren Jan en ik al begonnen aan het fotograferen en betekenen van de kapel.
En was het een soort toestemming, een soort morele toestemming die jullie wilden vragen? Of was het eerder om meer grip, om meer begrip te kunnen krijgen van wat zijn intenties zijn geweest met de kapel? Nou, de familie Lampens heeft ons heel erg ondersteund gedurende het hele project. Dus we hebben ook meegelopen in het toestemming krijgen van bijvoorbeeld monumentenzorg en van de kerkfabriek en van N en van N. Dus dat was een heel traject dat we gezamenlijk met hun doorlopen hebben. Maar wij waren natuurlijk vooral geïnteresseerd ook in de architect. En ik vond eigenlijk vanuit poëtisch oogpunt en ook wel een beetje vanuit principieel oogpunt dat de architect, de maker van het werk, in elk geval als eerste toestemming moet verlenen op het moment dat een andere artistieke praktijk dit aanraakt. Maar het was niet alleen de architectuur die mij trof, maar ook het dichterschap van Lampens. Dus hij heeft allerlei korte zinsneden gedurende zijn hele leven op papier gezet met wijsheden. En dat zijn behoorlijk stevige wijsheden. En die raakte mij. En dat komt omdat ik zelf, ik teken dan met krijt al 20 jaar op allerlei gebouwen in allerlei steden. Maar ik schrijf er ook over. Dus ook daar lag een raakvlak met hem. Mm-hmm. Ik had Julian al in 2010 ontmoet, want ik had toen aan een tentoonstelling gewerkt samen met Angelique Campus. En ook een publicatie, was een tentoonstelling in de Witte Zaal. Ik denk waar daar ook Roel bij betrokken was. En, dus ik had een aantal sleutelprojecten van hem, onder andere de kapel, toen al uitvoerig gefotografeerd eigenlijk. Dus in die zin was het gebouw voor mij helemaal niet nieuw. En Jan, want ik heb die tentoonstelling ook gezien en de publicatie die daar ook uit is voortgekomen. Dit is een heel andere manier van benaderen natuurlijk van die architectuur, mede doordat ook de focus ligt op de krijttekening van Bart. Maar ook omdat je het landschap op een andere manier in beeld hebt gebracht. Welke andere dimensie heeft dat voor jou in jouw fotografie teweeggebracht? Ja, inderdaad was het meer het idee om ultieme beelden van het object, dus van de kapel zelf te maken. Wel enigszins met aandacht voor de omgeving, maar niet zo uitgebreid. Dus nu waren het veel eerder soort wandelingen, waarbij er veel meer en ook details gefotografeerd worden en waarbij de omgeving en de seizoenen en de tijd dus ook in beeld gebracht wordt, los van een eenmalig ultiem beeld van een object eigenlijk. Mm-hmm. Daarnet heeft het al even vermeld, Bart, dus Lampens hield ook van krijt. Ik was verwonderd dat je zei dat hij met een krijttekening de wedstrijd heeft gewonnen, want ik heb altijd gehoord dat die krijttekeningen, dat er voor hem ook iets heel efemeer was en dat het dus op een muur, dat hij het op zijn muur in zijn atelier, in zijn werkruimte aanbracht, maar dat het ook niet bedoeld was om te blijven. Ja, dit is natuurlijk de kortstondige gedachte, de prikkel, de trigger. En dan de eeuwigheid van het gebouw. Ik denk dat zijn oeuvre zich daar binnen ophoudt. Dus de architectuur is natuurlijk zwaar beton. En de gedachten en de teksten die hij schreef zijn licht en vrolijk. En ik merk zelf ook toen ik op de kapel tekende hoe graag ik eigenlijk de ernst te lijf ga met speelsheid. En het heeft heel de tijd gevoeld dat ik die kapel op een of andere manier moest overwinnen. Maar niet om ervan te winnen, in de zin van een daad stellen. Maar om hem eigenlijk te omhelzen en in mijn greep te krijgen. Wat niet zo makkelijk is, omdat het een enorm architectonisch sterk bouwwerk is. En zeg maar, het eerste jaar hebben Jan en ik vooral rondom de kapel getekend en niet op het gebouw zelf. Het voelde als een plek die ik nog niet mocht aanraken. En eigenlijk pas na het overlijden van Lampens zijn wij begonnen met het betekenen van het gebouw zelf. Mm-hmm. En dat wel als het betekenen van een leibord. Dus de regen spoelde veel tekeningen weer weg. En als wij dan een paar weken later weer daar aankwamen, deden we weer nieuwe zetten. En het voelde als een soort test, als een soort schets. Kunnen we dit gebouw vasthouden? En is uiteindelijk dus volgens mij gelukt op het dak van de kapel. Dus het schuine leidak heeft iets weg van een schoolbord. En pas toen we daarop gingen tekenen, hadden we het gevoel dat we het punt raakten waarmee Lampens begonnen is met zijn krijtje op het
op het bord in Eeken, in zijn atelier in de jaren 60. Ja, heel mooi dat je dat zo poëtisch vertelt. Hoe lang hebben jullie dan over het werk, als ik het zo mag noemen, gedaan? Vanaf de eerste keer dat jullie daar samen zijn gaan wandelen, tot dan zeg maar die laatste krijttekening op het dak als een bord? Ja, dat is eigenlijk, het is eigenlijk een project. Het heeft natuurlijk wel een begin. Hè. Het is in 2018 dat het begonnen is. En het heeft ook wel een eindpunt. En dat is op dit moment. Hè. Dus ook maar over een week verschijnt het boek dan. Staat het papieren boek dan. Maar het voelt eigenlijk als een project dat ik toch moeilijker kan prikken op de jaren. Het is alsof het al begonnen was. Of ja, ik weet niet. Het is een lopend project, een project wat ook door blijft lopen. Dus niet door letterlijk op de kapel te blijven tekenen, maar wel op andere gebouwen waar weer tekeningen op gaan verschijnen die ook op de kapel zitten. Maar als ik strikt moet zijn, is het in 2018 begonnen en eindigt het vandaag, deze dag of over een week. En beschouw, als jij zou zeggen, of Jan, wat het beginmoment van dit project is, is dat dan het gesprek met Julian Lampes, of is het de eerste keer dat je samen, hoe begint mentaal, of waar denk je dat je zo'n project zou situeren in je hoofd en in je eigen artistieke ontwikkeling? Ja, mensen, vraag eigenlijk aan Jan ook. Hè? Dus het mooie is als het gaat over de artistieke ontwikkeling, dit is ook het eerste project wat Jan en ik samen hebben gedaan. En daar zijn nu al heel veel projecten uit voortgekomen. Dus als het gaat over een artistieke ontwikkeling, is het zo dat Jan fotografeert rondom de kapel en mijn tekeningen, maar ook meekijkt naar hoe die tekeningen zich ontwikkelen. En kenmerkend aan zijn adviezen en richtingwijzers was eigenlijk dat hij zei van, ik zou er niet meer bij tekenen. Waardoor ik eigenlijk telkens veel eerder ophield aan een specifieke tekening op de kapel dan ik van plan was. Ik heb zelfs de neiging om door te blijven werken aan iets. En vaak passeer je dan het hoogtepunt. Dus je maakt iets af en het was eigenlijk 3 uur daarvoor was het op zijn best. En Jan heeft me daarvan weerhouden en dat is waarom dit project gelukt is. Dus het is echt een samenwerking die artistiek en inhoudelijk gezien volkomen gelijkwaardig is. Maar mijzelf was het heel anders dan mijn foto's die ik vroeger maakte, omdat het eigenlijk de eerste keer dat ik zo met die vergankelijkheid van die tekeningen die dan verdwijnen, en om die vast te leggen. En het is ook een heel andere manier van werken, het soort wandelingen waarbij dat foto's gemaakt worden, in tegenstelling tot zo heel statische beelden maken. Dus dat was wel verhelderend eigenlijk. Oké. Zullen we naar het panel gaan? Dan komen er vast nog andere ideeën en vragen boven. Ik zou eerst met Rolf Quagebuur in gesprek willen gaan. Dag Rolf, goede avond en bedankt dat je hierbij kan zijn. Rolf, jij hebt heel wat ervaring met opdrachten voor kunst in de publieke ruimte, maar ook kunstintegratieprojecten. Je was ook een tijd artistiek raadgever bij Team Vlaams Bouwmeester en nu ben je directeur van Kaap in Oostende en Brugge. Wat we hier zien, of waarover we vanavond praten, gaat om vrij ongesolliciteerd werk in de publieke ruimte. En het is bovendien een verhaal van twee kunstenaars die samen, elk met hun eigen medium, wat mij betreft een soort geheim verbond hebben gesloten tijdens het lange en uitgerekte maakproces. En het deed mij een beetje denken bij momenten, of ik had associaties met het werk van Francis Alice, omdat daar ook het ephemere in zit, maar ook die relatie met die ruimtelijkheid, met die architectuur. Maar het grote verschil voor mij is dat het hier nadrukkelijk niet als een performance wordt gepresenteerd, het werk. En toch, als je het boek leest, is die performance heel nabij en is die heel oproepbaar. Dus op een gegeven moment is er een scène, een element of een episode in het boek, waarbij Bart schrijft dat hij boven op die kapel zit. Dat voelt al heel heroïs en dat hij Jan niet ziet, maar het klikken van de camera wel hoort. Dus die performance is niet geëxpliciteerd en die wordt voor mij ook nog versterkt door de manier waarop het landschap heel nadrukkelijk aanwezig is in het boek, in de foto's.
Het is een landschap dat in zijn noestheid, het noeste landschap van de Vlaamse Ardennen, een soort puurheid die daar ook in zit en die natuurlijk ook mooi correspondeert met werk van Juliaan Lampens. En ik heb een aantal vragen voor jou, maar de eerste is hoe dat jij kijkt naar het ephemere karakter van hun werk op een publieke plek. Maar ook, en dat is dan de tweede vraag, naar het samenspel tussen kunst en architectuur, wanneer die kunst niet geïntegreerd is of niet gevraagd is, maar eigenlijk zichzelf uitnodigt bij de architectuur. Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Sophie, blijf jou nog eens terug te zien, ook iedereen anders die ik ken en die ik leer kennen ook via dit forum. Ik heb trouwens het werk van Bart jaren geleden leren kennen via Frank Maas. En ik denk dat Frank eigenlijk een heel grote rol gespeeld heeft in het bekendmaken van het werk van Bart. Hij kent er ook veel meer van dan ik. Dus alles wat ik hier zeg over het werk van Bart is speculatief en mag rust tegengesproken worden door mensen met meer autoriteit op het gebied. Ik heb nu de laatste 2 jaar met Bart ook een interessante dialoog die soms wat stilvalt en soms pakken we het weer op in het kader van Kaap en waar het net eigenlijk ook wel gaat over het even meer karakter van zijn werk, wat een kracht is. Hè. Onze missie als kunstcentrum is om de stad te koloniseren, te besmetten met kunst en dat gaat op een... Ja, ik gebruik vaak het beeld van de web dat we over een bepaalde plek, in ons geval dan over een stad, leggen. Ik denk dat hetgeen is wat Bart aan het doen is. Hè. Een web waarvan draden verdwijnen, verschijnen, op andere plaatsen. Jan fotografeert die ook voor ons. En dat is ephemeer en niet ephemeer. Ik denk wat Bart bedoelt met betekenen, dat je dat ook in de twee betekenissen van het woord betekenen kunt gaan zien. Hij betekent iets met een D en hij betekent ook iets met een T. Dus hij voegt altijd wel ergens een betekenis toe aan de plek. En minstens even belangrijk dan de krijttekening. En dat merk je ook in alles wat Bart daar zelf over zegt en doet, is het woord, het verhaal, het gesprek dat eraan vooraf gaat en het gesprek dat erop volgt. En ik denk dat een integraal deel uitmaakt van zijn oeuvre. Ook iets wat mij altijd charmeert, ik heb inderdaad heel wat opdrachten in de publieke ruimte of in semi-publieke ruimte kunstopdrachten mee begeleid, maar de meest interessante waren ook de opdrachten, en dat is wel een verschil met Francis Alice, denk ik. De meest interessante opdrachten waren ook de opdrachten waar het kunstwerk zich niet per se opdringt als zijnde een kunstwerk. Mm-hmm. En dat vind ik zelf ook wel interessant aan het werk van Bart. Zo je wil, eigenlijk het kleine kringetje van elitaire kunstkenners die er per se een kunstwerk in wil zien. Voor de gewone passant is het misschien gewoon een vuile streep op een muur. Voor een kind kan het iets heel fascinerend zijn waar hij dromen in kan projecteren. Voor iemand anders, die kan er ook gewoon aan voorbij laten. En dat is eigenlijk allemaal wel oké. En wat ik er zelf wel fascinerend aan vind, en dat is dan misschien een stukje romantiek. Hè. Ik geloof ook wel een beetje naïef in de kracht van het beeld. Om een plek betekenis te geven, om betekenis te genereren en om zo ons ook toe te laten om ons te verhouden tot een weerbarstige publieke ruimte. En de andere vraag die je stelt, of het andere deel van de vraag, ik weet niet of dat duidelijk is, misschien is het te zweverig wat ik zeg, maar het andere deel van de vraag van niet uitgenodigde en dus niet geïntegreerde kunst, ik denk eigenlijk net dat het werk van Bart, ook de manier waarop dat hij het opbouwt, dat het altijd heel erg geïntegreerd is. Het is vaak niet of zelden geconcipieerd samen met architectuur, maar hij integreert altijd wel. Hij herdenkt een bepaalde plek door in interactie te gaan met zoveel mogelijk mensen van die plek. Bij ons in het najaar heeft hij in Brugge een parkje, het Siebrechtspark, aangepakt. Daar een aantal weken rond getekend. Maar dat begint altijd met die plek te observeren. Met te zien dat er een groep schoolmeisjes elke maandag komt lopen in het park, coronagewijs. En dan eigenlijk letterlijk in interactie gaan. Het valt hem op dat er heel veel honden, wandelaars met honden, hij gaat ermee in interactie. Hij probeert aan te bellen bij iemand op wie een schevenlijn wil tekenen. Hij krijgt daar dan geen contact mee en hij besteedt dan toch om het te doen. En dat heel dat proces van integratie, denk ik, is in zijn praktijk heel erg belangrijk. Dus bijna in bijbelse zin, denk ik, in Bart zijn geval, in het begin is het woord en het woord is vlees geworden, in zijn geval krijt.
beeld geworden. En uiteindelijk vervaagt het ook allemaal terug in stof, maar heeft het voor sommigen dan toch, en al is dat maar voor één iemand, een onuitwisbare indruk gemaakt. Een van de eerste werken dat ik gezien heb van Bart was in Moskou, Bernadette, waarvan dat ik het trouwens uiteindelijk heel jammer vond dat het Smak het nadien gepubliceerd heeft, het bekendgemaakt heeft, er echt een kunstwerk van gemaakt heeft. Dat was een kerstboomachtige tekening op een muur, die je denk ik, weet niet of je hem nu nog ziet, maar alleszins 5 jaar na datum kon je nog de contouren zien van iets dat al vele keren beregend was. En dat vind ik denk ik, en ik vind net een heel krachtig element aan het oeuvre van Bart, is zijn taligheid in alle abstractie. En net ook het ephemere, niet uitgenodigde, bijna bijbelse, naïeve geloof en optimisme die het bij mij teweeg brengt. Ik weet niet wat dat antwoord was op jouw vraag, Sophie. Maar ik zit aan 5 minuten. Ik had mezelf een beetje getimed, omdat ik de neiging heb om altijd veel te lang te praten. Dus ik zit nu ongeveer aan 5 minuten. Dankjewel, Rolf. Ik weet niet, Rolf, of jij Bart en Jan kan zien. Ik vermoed dat de mensen die thuis meevolgen niet. Ja. Bart, ik zag je een aantal keer lachen. Is dat omdat je herkent, omdat je het heel treffend vindt hoe je werk hier geduid wordt? Nou, tot stof zult gij wederkeren, dat vind ik wel een hele mooie bijbelse uitspraak. En, ja, het is natuurlijk heel, heel erg van toepassing op deze kapel, hè? Tot stof zult gij wederkeren. En ik moest er ook om lachen omdat deze kapel de eeuwigheid niet gaat overleven. En dat zeg ik met spijt in mijn hart. Familie Lampens die er werkelijk alles aan doet om dat wel, die kapel wel te behouden. Want de kapel heeft betonrot, zoals alle gebouwen uit die periode. Alleen men nog niet precies de techniek had om het om op deze manier te kunnen bouwen. Dus in die dus Lampens liep eigenlijk ver vooruit, of een aantal jaren vooruit op zijn tijd. Dus de kapel zou ook tot stof wederkeren uiteindelijk. Ik heb daar zelf wel vrede mee. Een aantal conservatieve mensen uit de gemeente Oudenaarde ook, die zien de kapel liever verdwijnen dan dat die gerestaureerd wordt. En ik weet niet wat het beste is, maar... Ja, en dat valt mij ook wel op, zeker met die kapel van der Kerselaren, of die kapel van Lampens. Ik denk dat wij, die hier aan het kijken zijn, allemaal overtuigd zijn van dat een pareltje is. Hè. En ik denk ook, ja, Jan, inderdaad, die tentoonstelling van Angelique in de Witte Zaal, ik was daarbij betrokken. Dus ik ben toen ook wel een beetje verliefd geworden, niet op Angelique, maar op Lampens, via jouw foto's, ook omdat ik die heel atypische architectuurfoto's vond. Maar het is controversieel. Hè. Die kapel is denk ik zijn meest controversiële bouwwerk. En tot in het ministerie worden er pogingen gedaan om het te declasseren. En kan het alsjeblieft niet gewoon afgebroken worden. Dus nog los van de betonrot. Dus het blijft ook wel een actueel weerbarstig ding waar geen consensus over bestaat. Dat is ook wel mooi, vind ik. Mm-hmm. Absoluut. Misschien een goede overgang om naar Adinda van Gijssel te gaan, die architect is. Adinda, goede avond. Dankjewel dat je bij ons kan zijn vanavond. Ik zei het al, je bent architect. Je hebt na een interessante carrière als ontwerper het vak verlaten en ben je in de kunst gegaan, zowel als beleidsadviseur, maar ook bij Bozar, bij Rosas. En nu ben je directeur van Z33. Een huis voor actuele kunst, design en architectuur. En in het werk dat we hier vanavond centraal stellen, komen natuurlijk 2 van die disciplines die in de titel van jouw huis zitten, komen hier in een heel bijzondere relatie te staan. Architectuur en hedendaagse kunst. En dan kijk ik zowel naar de fotografie van Jan als het tekenen van Bart. Die behouden wel in dit werk heel erg ook hun autonomie en hun autonome kracht. En ik heb de indruk dat de kunstenaars vooral betekenissen ook toevoegen aan het architecturale werk van Julian Lampens. En ik citeer heel graag een zin van de vader van Bart in het boek. Hij schrijft: "Het is een mooie combinatie geworden van kijken door een lens en kijken met een meetlat, aangevuld met reflecties in woorden." En mijn vraag aan jou is eigenlijk heel eenvoudig. Hoe zie jij dat samenspel tussen architectuur, fotografie en het werk van Bart in dit boek? Die vraag klinkt eenvoudig. Het antwoord is complex en gelaagd. Ik wil in de eerste plaats echt Jan en Bart ongelooflijk proficiat wensen met dit boek. Ik vind, dit is voor mij het boek van het jaar. Het is vroeg aan de avond om dat nu al weg te geven, die quote.
Maar ik denk als een prachtig kerstcadeau, een pareltje in zware lockdowntijden, zou ik zeggen. Maar ik vond wat dit boek bewijst, is hoe die verschillende disciplines tot meerwaarde kunnen worden van elkaar door ze op de juiste manier over elkaar heen te leggen. En ik vind dat daardoor wordt het een boek dat ook niet alleen gaat over die kunstenaars, maar ook een boek over kunst. Het is een poëtisch boek, het wordt een filosofisch boek op bepaalde vlakken. En je kan het voor mij niet meer uit elkaar halen. Ik vind het wel boeiend dat ik net in Z33 het afgelopen jaar dan vaak die discussie natuurlijk heb van waar eindigt toegepaste kunst en waar start vrije conceptuele kunst. Ik ben gestopt met architectuur op een gegeven moment, omdat ik ook en daardoor natuurlijk omdat zowel kunst als architectuur in mijn professionele loopbaan zo belangrijk waren, heb ik altijd een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen architectuur, wat voor mij geen kunst was, en kunst. En ook als ik les gaf als architecte, vond ik dat architecten moesten weten dat ze bezig waren met iets dienend, iets toegepast, en dat geen kunst was. En ook Adolf Loos zei dat al, dat architectuur normaal gesproken geen kunst is, tenzij het nergens voor moet dienen. Grafmonumenten bijvoorbeeld, vernoemde hij dan. Dat architectuur soms kunst kan zijn, bewijst de kapel van Kerselaren. Soms overstijg je dat louter dienende. Sommige mensen zouden ook kunnen zeggen, fotografie is een toegepaste kunst, maar de manier waarop Jan al jaren foto's maakt, bewijst dat je dat ook kan overstijgen, en dat bewijzen ook deze foto's. En de tekeningen van Bart voegen iets ongelooflijk toe, wat heel fascinerend is, vind ik, is dat beide zo'n affiniteit hebben met elkaars werk. Allebei zeer gefascineerd zijn door sterke vormen, door perspectief, door architectuurtaal. Maar dat anderzijds die twee oeuvres niet meer van elkaar konden verschillen dan ze doen. De architectuur van Julian Lampes is brutalistisch, gaat over, is een ode aan materialiteit, terwijl het werk van Bart efemerisch en kwetsbaar en vergankelijk. En dat je die twee zo mooi over elkaar heen kan leggen. En als dat dan vastgelegd wordt in foto's van Jan, blijft het ook bestaan. Anders zou het als een performance ook weer verdwijnen. Ik vind voor mezelf zit ook het feit dat de vaders ter sprake komen, zowel bij Dieter Lampes als vader Lampes, en de vader van Bart op een gegeven moment aan het woord komt in die teksten, wordt daar ook nog eens een laag over vergankelijkheid en generaties heen gelegd. Ja, ik kom eerlijk gezegd woorden tekort om te beschrijven hoe mooi geheel ik dit vind. Ja. En ik kan ze dus niet meer, ik denk in dit eindresultaat wordt het moeilijk om de dingen, de disciplines als aparte verhalen te gaan beschrijven, vind ik. Mm-hmm. Omdat ze net bewijzen hoe het ook een meerwaarde kan zijn ten opzichte van elkaar. Mm-hmm. Dankjewel, Adinda. Dat is een hele mooie gedachte. Ik weet niet of Jan of Bart dat even willen laten bezinken of dat jullie onmiddellijk willen reageren. Ik vind het een hele... Ja, Adinda, dankjewel voor deze mooie woorden. Ik moest tijdens jouw verhaal, dacht ik terug van, hoe werkte Jan en ik dan? Hè? En hoe het begon is dan ook wel dat wij naar die kapel liepen en we zouden wel op het dak willen staan. Hè? Maar dan moeten we naar de boer gaan, die daarnaast woont. Dan gaan we naar ladder lenen en dan klommen we ze op het dak. Dus dat had iets heel qua jongensachtig. En daar vonden we elkaar ook wel in. Hè? Dat is een soort stoutmoedig plan. En het was nooit gepland wat we gingen doen. Het was nooit voorbereid. We zijn gewoon begonnen en hebben het hele project ook onbezoldigd volbracht. Dus er zit helemaal geen geld. We hebben geen verantwoording hoeven af te leggen. Geen plan aan niemand hoeven voor te leggen. En als ik zo kijk naar, dat geldt volgens mij voor ons allebei, naar projecten die wij gedurende het jaar doen, die hebben altijd wel een kop en een staart. Hier hadden we ook nog 5 jaar langer aan kunnen werken, bij wijze van spreken. Niemand had ons teruggefloten.
En ik denk dat het project is uiteindelijk tot wasdom gekomen. Dankzij die grenzeloosheid in tijd. En dat proef je in het boek. Tenminste, daar ben ik zelf ook wel trots op. Je voelt dat het voor jullie een bijzonder verhaal was. En ik denk, misschien is dat ook wat me raakt. Ik heb mijn eindwerk als jonge architecte geschreven over 10 architecturen in Vlaanderen. En toen ben ik dus op mijn 23 Juliaan Lambes gaan interviewen. En ook hij, ondanks de ernst van dat werk, zou je kunnen zeggen, en de sacraliteit, had hij, zoals jullie daar straks aangaven, ook echt humor. En ik herinner mij ook in een soort speelsheid dat hij op een gegeven moment ook vroeg om mijn dictafoontje uit te zetten, zodanig dat hij wat grappiger en vrijer kon praten en dat hij mij uitlegde hoe problematisch zijn eigen woning en de kapel technisch in elkaar zaten. Dus het roept bij mij ook veel herinneringen op, die dit jaar ook allemaal samenkwamen in het werken bij Z33, waar dan die verschillende disciplines elkaar terug raakten. Dus ik denk het zal zeker ook daarmee te maken gehad hebben dat het mij zo aansprak, maar het is een juweeltje. Ja. Dankjewel, Adinda. Ik zou nu heel graag Inge Henneman ook het woord willen geven. Welkom Inge, ook aan jou bedankt om hier vanavond te zijn. Inge, je was jarenlang curator bij het Fotomuseum. Je hebt daar ook indrukwekkende verzamelboeken gemaakt over de collectie. En nu ben je docent bij AP Hogeschool in Antwerpen, maar ben je ook nog steeds curator. En uiteraard ben je al lang bekend met het werk van Jan. We kennen allemaal, of toch de meesten onder ons kennen, zijn foto's, zijn werk van de betonnen, heel indrukwekkende monumenten in het voormalige Joegoslavië. Die zijn onmiskenbaar monumentaal en fantastisch, zowel de gebouwen of de monumenten als het werk van Jan. En hij heeft het daar straks al even op dezelfde manier over gesproken, maar daar merk je heel erg dat hij zoekt naar dat ene ultieme beeld. Terwijl in het werk dat we vanavond bespreken, fotografie veel meer leest als een tekst. Veel meer als een compositie, verschillende gedachten die samenkomen. En toch richt hij volgens mij zijn blik ook bewust hier naar monumentaliteit, maar een andere vorm van monumentaliteit. Veel meer op het landschap, dat een heel monumentaal karakter heeft daar, maar ook de materialiteit van het verweerde beton. En ik vroeg me af hoe jij daarnaar kijkt en hoe jij die relatie ziet tussen die fotografie van Jan en het beeldende werk van Bart. Ja, ook een complexe vraag, Sophie. Dank je ook voor de uitnodiging en ik moet zeggen dat ik ook heel geraakt was door het boek. Door het samenspel van foto's, tekst en tekeningen. Architectuur. Ja, het komt allemaal samen in de tussenruimte voor mij, waar Juliaan Lambes het ook over heeft. Ik ken het werk van Jan inderdaad al lang. Ik heb het zien verschuiven van een vrij neutrale documentaire praktijk. Het boekje waar u over spreekt, Spomenik, dat was inderdaad een indrukwekkende, uitgezuiverde typologie van politieke vergeten monumenten. Ook een beetje surrealistisch, zoals ze daar stonden in het landschap, waarbij dat er gezocht wordt inderdaad naar de juiste afstand, een heel neutrale, onpersoonlijke afstand ook, een heel neutrale blik, een dominerende blik ook wel. Terwijl, ja, ik heb dat werk van Jan ook zien verschuiven naar veel abstractere, conceptuelere en persoonlijkere benadering. Maar in dit werk was ik echt wel meegenomen door de intuïtieve en veel subjectievere blik eigenlijk van de fotograaf. Hier geen uitgestippeld parcours, geen panoramisch, geen overzichten. Er is amper een horizon te bekennen eigenlijk. En je moet als kijker gewoon mee door de bush. Door die omgeving van verwaarloosde bossen en struikgewas en heel die rommelige gebouwde werkelijkheid van dat verkavelingslandschap. Dus ja, hij zet dat allemaal op gelijke voet. En je wordt er echt middenin gegooid, in de chaos ook.
Maar dat maakt dat je, zoals je zegt, eigenlijk met je neus op de materialiteit wordt gedrukt van het eerste beeld, van kasseien, van het gras, van het veld, van de knotwilgen, van de beton, van het rot in de beton. Dus je krijgt een fotograaf die daar eigenlijk, in mijn gevoel, maar ik weet niet of dat klopt, Jan, veel meer het toeval laat spelen ook. En in die samenwerking met die camera eigenlijk, die lens, meer een overgave, wat ook een mooi woord is van de filosofie van Lampens, die het geheel samenhoudt. Zo meer die overgave aan die lens, van die toch de dingen scherper ziet als het menselijk oog, die geen enkele discriminatie doorvoert binnen het frame, die alles op gelijke hoogte zet, op gelijke waarde zet. Die de weerbarstigheid van de dingen ook presenteert op een manier waarop wij zien eigenlijk amper. Hè, als wij in die omgeving rondlopen, dat vind ik altijd zo fantastisch aan het werk van Jan, dat hij het onooglijke, het onopgemerkte, het vergeten, het verwaarloosde, het banale, het alledaagse, het kapotte, laat zien. En in dat samenspel met die camera, die ontmoeting daar, die vind ik dat er inderdaad iets verschoven is naar een heel statische, naar een dynamische en verschuivende sequens eigenlijk. Hè, een heel dynamisch kijken, waarin ik als kijker word uitgenodigd. Wat mij ook heel sterk frappeerde, was dat het uiteindelijk leest, hè, inderdaad als, ik weet niet als ik zou zeggen een tekst, maar als een proces. Hè. En wat het boek werkelijk samenhoudt, is die, voor mij die poëtische filosofie, die al die, dus die drie kunstenaars eigenlijk delen. Hè, van ontmoeten, van overgave en van vandaag inschakelen. Hè. Bijvoorbeeld vandaag inschakelen, er is niks meer dat vandaag inschakelt als een camera. Als je op de knop drukt, dit moment, dit... dit hier en nu. En zo is eigenlijk heel dat boek voor mij een fragmentarisch, ook een heel filmische sequens. En ik had eigenlijk ook een vraag voor Jan. Ik vind de montage prachtig. Misschien is die in het uiteindelijk boek nog anders. Daar heb ik nu niet direct een zicht op. Ik heb die drie e-boeken kunnen bekijken. Maar is het in die montage dat tijdsverloop ook gevolgd? Is daar die graduele ontdekking van eerst die omgeving, dan die Mariabeelden, dan die kapel, dan dat dak? Is daar iets van dat tijdsverloop als logica meegenomen in de montage? We hebben alle opnames die gemaakt zijn, eigenlijk zijn een kleine print van gemaakt en die hebben we dan allemaal samengelegd. En dan soms hebben we wel gezocht naar een soort tijdsverloop in die beelden, maar anderzijds ook andere elementen die we gecombineerd hebben, eigenlijk op een intuïtieve, visuele manier. Dan zal die heel veel print openlagen, gingen we altijd selecties maken, beelden eruit halen en soms gingen we ook wel kijken naar een soort tijdsverloop in de beelden, vooral van de knotwilligen bijvoorbeeld. Dus de vergankelijke van die krijtlijnen was ook een beetje de bedoeling om dat weer te geven in de evolutie van het landschap. Eigenlijk. Dat je ook daar iets ziet komen en gaan. En dat we wel in gedachten houden bij de selectie van de beelden eigenlijk. En ook bij, uiteindelijk komt dat ook terug in de e-books. Ja, was het toeval dat er geen levende mensen te bespeuren zijn buiten die koeien natuurlijk in het Breugeljaanse landschap, maar twee ezels of... Is dat, ik wil maar zeggen, ik heb ook jouw humor wel ontdekt in bepaald naar voorschuiven van motieven. En er waren twee foto's waar een ezel heel centraal stond. En, er zijn eigenlijk relatief weinig mensen aanwezig op die plek. En meestal zijn dat ook mensen die geïnteresseerd zijn in architectuur, die zelf foto's maken. Ik heb een paar mensen die daar werkten gefotografeerd, maar uiteindelijk vallen die beelden daar dan toch op een of andere manier wel uit. Ja, en wat ik ook nog wel knap vond en sterk, dat heel onconventionele qua benadering van architectuurfotografie en benadering van architectuur tout court, dat zet zich ook door.
Ja, nu ben ik mijn draad kwijt. Zo raar om hier weer zo thuis te zitten en voor zo'n publiek te spreken. Ja, ik ben even mijn draad kwijt. Ja. Ah ja, ja, in een soort van heiligschennis. Dus het is zo'n hele rare mengeling voor mij van ja, bijna een devote ja, engagement hè, en een jarenlange toewijding hè, van daar telkens opnieuw naartoe te gaan, van dat te bekijken, langs alle kanten te betekenen, te waarderen. Hè. En dan langs de andere kant ja, heiligschennis in de zin van dat je inderdaad die kapel niet idealiseert in je beelden of niet sacraliseert of niet monumentaliseert, maar dat je laat zien dat er daar borden voor staan, maar dat er een reclame voor pyjama's wordt aangeprezen en dat er daar een relatie is met een hele alledaagse, banale, Vlaamse, historische plek. Hè. Dus ik vind het heel knap hoe dat altijd dwars op de verwachtingen eigenlijk ontstaan is, heel dat boek. En voor mij is het echt een proces wat blijven hangen is. Voor mij is ik zie jouw fotografie en jouw tekenen als een zich inschrijven in die plek. Hè? Dat is blijven hangen uit het boek. Het is werkelijk een manier om met beelden, met foto's, met tekeningen, u die plek toe te eigenen en u daarin in te schrijven, werkelijk. En in die zin, Sophie, kan ik uw associatie met tekst ook wel beamen. Dankjewel, Inge. De volgende gast die we uitgenodigd hebben is Frank Maas. Ik denk dat hij nu in beeld zal komen voor de mensen. Frank als directeur van Emergent. Goedenavond Frank, bedankt om hier ook te zijn. Als directeur van Emergent ben je natuurlijk vertrouwd met het werk van Bart. Je gaf ook al opdrachten, bijvoorbeeld in private woningen, om werk van hem te maken. Maar mijn vraag richt zich eigenlijk niet op die eerdere samenwerkingen, maar eerder op het aspect van het landschap dat net al heel mooi door Inge ook benoemd is. Het landschap van de Vlaamse Ardennen. En ook de volksaard, zeg maar, die zich onder meer toont in die streek, heel speciaal in die streek, die ook in een soort collectief geheugen en een collectieve trots zit. En die zich een paar keer per jaar en één keer per jaar met een groot hoogtepunt toont in het wielrennen. En Bart vertelde mij dat jij een grote liefde ook hebt voor het wielrennen, voor die sport. En mijn vraag aan jou is wat anders dan die voor de andere sprekers. Zou jij in metaforische zin kunnen praten over een aantal betekenissen van die sport van het wielrennen die zo nauw verweven is met het landschap van de Vlaamse Ardennen? Maar ook met de katholieke tradities in die streek. En ik denk dan aan een aantal associatieve gedachten. Het doorwrocht woekeren, de figuur van de coureur, het harde labeur in weer en wind. Het zwijgzame, het standvastige. En als ik dan naar de kapel kijk, het brute, in de mooie betekenis van het brutalistische, dan ook het oorspronkelijke. En is er een parallel te vinden met het werk en de visie van Lampes en ook de manier waarop Bart en Jan dat soort uitnodiging ook gelezen hebben? Ik ga proberen om daarop in te gaan. Ik ga ook wel een beetje aansluiten bij wat er al gezegd geweest is. Ik vond dat Inge ja, heel rake kenmerken heeft aangegeven. En wat ik onder andere onthoud van wat Inge zei, is dat zowel in de tekenkunst van Bart als in de fotografie van Jan, en dan ga ik een beetje in tegen de aanzet die u gegeven hebt, is er niet echt sprake van dat soort heroïek of dat soort, het woord noest associeer ik niet met Bart of met Jan. Er is niet dat soort romantiek of zo die eraan vasthangt. Dus daar zou ik een beetje willen tegenin gaan. Je hebt een soort fotografie die aansluit bij de koers, die houdt van sterke zwart, lichtdonker contrasten die de groeven in de gezichten laat zien en een soort pathetiek en een soort sentimentaliteit die daar een beetje wordt in de verf gezet. En het werk dat we hier hebben gaat er volledig tegenin. Dus ook zo'n kapel, die kapel, brutalistische kapel, zou je kunnen
met sterke licht-donker contrasten, met dramatische diagonalen in beeld brengen en een soort heroïek gaan beoefenen, maar het is juist dat niet. Maar inderdaad, we zitten daar in de Vlaamse Ardennen en bovendien zitten we daar op de top van de Edelaren. De Edelarenberg, men spreekt daar over bergen, met lichte overdrijving. Dus vanuit de Oudenaarde klimt de grote baan, want het is wel een grote baan, het is geen pittoreske kasseiweg. Het is een grote baan die zich daar naar boven werkt. En dat is de grote baan van Oudenaarde richting Brakel, waar dat er nogal hard gereden wordt, brede weg zo. Die zich daar krult rond die kapel. En het is mogelijk, sommigen zeggen dat die kapel, dat eigenlijk dat lessenaarsdak, dat dat eigenlijk een soort voortzetting is van de helling. Dus de kapel bevindt zich bovenaan die helling. En ik moet zeggen dat ik zelf de Edelaren eigenlijk graag opfiets, omdat het een vrij geleidelijke helling is. Dus het is niet dat soort brute kracht dat je daar moet aan de dag leggen. Het is eerder een soort ritme dat je moet vinden. En in dat ritme naar boven rijden. En om nu eventjes toch in de metaforiek binnen te treden. De renner is voor mij in de eerste plaats een rugfiguur. En dus de voetballer is dat bijvoorbeeld niet, of de tennisser is dat niet. De renner is een rugfiguur. Dient behalve aan de meet, misschien als die als overwinnaar over de meet komt, in principe houdt hij zijn handen vast aan het stuur, gebogen over dat stuur. Waardoor dat je eigenlijk, als je op de fiets zit, niet zoveel overzicht hebt. Dus je bent eigenlijk ook, en hoe dieper dat je gaat als fietser, hoe minder dat je eigenlijk ziet van het landschap. En hoe meer dat je letterlijk opgaat in dat landschap. Dus ook het woord dat Inge gebruikte, namelijk het zich inschrijven in een landschap. Dat is heel eigen aan een renner die ook deel uitmaakt van een peloton. Als je in dat peloton zit, ben je bijna zoals een insect die deel uitmaakt van een zwerm. En heb je inderdaad geen overzicht. Waardoor dat je meer aangewezen bent, ook voor een stuk op intuïtie, en waarin dat er een zeer grote mate van blindheid is, of van verblinding. En ik zie daar wel parallellen met de manier van werken van Bart, die met een aantal krijtjes op zak en zijn waterpas trekt hij het landschap in. Hij is een echte stapper, hij is een fietser. Hij is trouwens ook een schaatser, waarbij dat je ook lijntjes krast op het ijs. Hij is iemand die onderweg is. En oké, hij passeert ergens. En hij ziet een plek, een muur, die hij graag gaat, waarvan dat hij denkt, lijkt me wel een mooie plek om de krijtjes uit te halen. En wat er heel cruciaal is voor mij, is dat op het moment dat hij begint te tekenen, en dat is ook belangrijk over het algemeen in een hem onbekende omgeving, zoals dat hij heeft aangegeven in het boek, was dat nu met de kapel een beetje anders. Was het op den duur bijna te gemakkelijk, omdat iedereen akkoord was. Maar dikwijls is het in een onbekende omgeving. En dan gaat hij gaan tekenen en staat hij dus met zijn rug naar de straat. Dus je zit eigenlijk in een vrij kwetsbare positie. En hij is een rugfiguur op dat moment die opgaat in wat dat hij doet. En ik zou nu nog een parallel willen trekken. En opnieuw kan ik verwijzen naar Inge, die het heeft altijd over het Breugeljaanse landschap. Ik moet ook sterk denken aan Pieter Bruegel de Oude, die nu wel mijn laten we zeggen, my all-time favorite is van heel de Europese kunstgeschiedenis. En wat gebeurt er bij Bruegel? Neem bijvoorbeeld, het is geen toevallige vergelijking,
Neem bijvoorbeeld de kruisdraging van Bruegel. Dus wat Bruegel heel vaak doet, is, je hebt het grote verhaal uit de titel, maar dat grote verhaal verdwijnt bijna in de alledaagse acties en interacties die zich overal in dat schilderij afspelen. Dus effectief ook in de kruisdraging is het zo dat Christus verdwijnt bijna in de alledaagse acties en interacties. En natuurlijk in de kruisdraging gaat het om de tocht richting Golgotha. Net zoals je de edelaren oprijdt om die kapel te bereiken. En rond die kapel bevindt zich dan ook een soort omgang. Nog een woord die gevallen is het woordje proces. En waar je wel een enige link kunt maken tussen de koers en het katholicisme, dat is in de vorm van de processie. Als mensen naar een processie kijken, staan ze langs de kant van de weg en de processie passeert. En je vangt een glimp op. Opnieuw, er is geen overzicht. Dat is hetzelfde als mensen naar de koers gaan kijken. En om eventjes terug te gaan naar Bruegel, wat zo geniaal is bij Bruegel, is dat hij eigenlijk in die schilderijen verschillende benaderingen van de wereld samenbrengt, namelijk de wereld van de grote verhalen, de wereld van de kleine alledaagse geschiedenisjes en verhaaltjes. En hij introduceert ook perspectief, de eerste schilderijen, landschappelijke schilderijen bij ons met één horizonlijn, correct perspectief. En dat brengt hij samen, maar eigenlijk om aan te tonen dat geen enkele benadering van de wereld een overzicht kan bieden, een totaalbeeld kan creëren. Dus hij toont de onoplosbare contradicties. En de onvermijdelijke blindheid die eigen is aan elke benadering. En dat zijn elementen die ik wel terugvind, al sinds lang natuurlijk in het werk van Bart, die onderweg is in dat landschap, die zo'n klein figuurtje is. In dat landschap een rugfiguur, geen held uit de grote verhalen, maar eerder, zoals ook in de val van Icarus, trekt Bruegel de boer naar voren, naar het eerste plan. Maar die boer die staat half met zijn rug naar ons. En wat die boer zeer mooi maakt, is dat hij trekt zich niks aan van de toeschouwer. Hij gaat volledig op in wat dat hij doet, in zijn werk. En doordat hij volledig opgaat in wat dat hij doet, maakt hij integraal deel uit van dat landschap, en dus van de virtuele ruimte van dat beeld. Dat is opnieuw het zich inschrijven, het deel uitmaken van, die dat zo mooi maakt. Dat zijn een aantal. Dan misschien nog iets om nog eventjes terug te keren naar het feit dat het niet om heroïek gaat en... misschien nog iets dat ik wil ingaan. Ik hoorde op een gegeven moment een beetje bijna als een soort tegenstelling geponeerd, materialiteit versus het ephemere. En daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Voor mij sluit dat bij elkaar aan. Het gaat om, als Bart die krijttekeningen maakt, die krijtlijnen tekent, dan is dat natuurlijk, heeft dat iets zeer lichts op dat beton. Het heeft iets ephemers in de zin dat het door de regen heel vlug kan verdwijnen, enzovoorts. En tegelijkertijd is het iets zeer materieels. En dus het ene sluit het andere absoluut niet uit. Wat er ook typerend is aan die tekeningen van Bart, is dat ze... Die sluiten zich nooit volledig aan tot figuren. Tot duidelijk gedefinieerde figuren. Dus er zit altijd een soort... dat onderweg zijn zit daarin. Een soort voorlopigheid. Een soort... De kunstenaar die eigenlijk niet in een magistrale beweging een volledige wereld creëert. Nee, in tegendeel, de kunstenaar trekt zich voor een stukje terug.
creëert een soort openheid, een soort voorlopigheid die kan ingevuld worden door de ander, door de toeschouwer, door in dit geval ook de fotograaf, die daar kan in interactie mee gaan. En wat er ook... Excuseer, ja. Is er iets aan de hand? Ja, sorry Frank dat je moet onderbreken. Er is blijkbaar een technische hapering soms met jouw connectie, waardoor... Ja. Het blijft soms een beetje hangen. Ja. Maar... Klein momentje. Maar misschien is het al een... Maar ja, dan kan... Ik zal misschien eerst dan naar de volgende spreker gaan. En dan kunnen we eens zien of... Ah, daar is Frank terug. Frank, misschien Sorry. Misschien is het goed om de vraag even aan Jan en Bart te richten. Of zij daarop willen reageren of niet. Ja, Frank heeft het over Breugel, de oude. Dat er eigenlijk iets heel bijzonders gebeurt in die schilderijen, wat dan niet gezien wordt, hè, door de andere figuren in die schilderijen, dat dagelijkse werkelijkheid. En we hebben allebei tijdens het werken bij de kapel of op de kapel het gevoel van hier gebeurt iets heel bijzonders en niemand die ons ziet. Dus eigenlijk het soort omkering van wat jij net zegt, Frank. En daar hadden we wel plezier in. Dat, Nou, op zich was het wel fijn, ja. Ja, nee, ik vind het een hele mooie... Ja, de rugfiguur. Ja, dat klopt. Mensen zie je niet. En Sophie zegt zojuist van dat ik vanuit het dak van de kapel het klikklakgeluid hoor van Jan, zijn camera. En Jan is dan eigenlijk de enige die op dat terrein rondloopt. En feitelijk is mijn gehoor niet zo heel erg goed. En de kans dat ik dat klikklak echt heb gehoord, die is ook niet zo heel erg groot. Ik heb het vooral gehoord toen ik erover schreef. Dus het was eigenlijk een verdichting van het zijn op die kapel. Ik heb dat zo ervaren, maar niet letterlijk zo gehoord. Dus je vangt eigenlijk allerlei dingen op door er nadien over na te denken en erover te schrijven. Dat wilde ik nog zeggen, naar aanleiding van Frank's verhaal. Oké, dankjewel. Dankjewel Frank voor het delen van jouw gedachten. Je bent natuurlijk heel lang een volger van Bart zijn werk. Dankjewel voor de generositeit om dat te delen. Ik zou nu naar de laatste spreker willen gaan en dan kunnen we straks nog kijken of er nog een vragen komen aan de verschillende paneleden. I'm happy to introduce Anthony Hudek. Welcome, Anthony, and thank you for being with us tonight. Anthony is a director of the museum Don Danes, and before he was working at curatorial studies in Ghent and also at Objectief in Antwerp. And Anthony, you are interested in the artist publications as a genre, and maybe if you compare this to architectural language, we might speak of typologies. And in this artist publication, Text of Bart and Letters from the Son of Julian Lampens and also of the Father of Bart, but also Graphic Design of Roger Willems, Photography of Jan, Architecture of Julian Lampens and Drawings of Bart, they all come together. And how do you read and experience this publication with so many different layers, where I think Adinda also talked about, but it was in Dutch, so I don't know if you could follow the nuances in her talk. Yeah, thanks. No, probably not the nuances, but a bit. But I think maybe contrary to some of the, if I understood correctly, some of the interpretations tonight, I think what's interesting about the book or the books, the e-books, in fact, is the unresolvedness, the incompatibilities, the frictions between image and line, between this kind of black and whiteness uh, of
the photographs, but the colorfulness of the text in a strange way. So it's all of these bits that don't quite fit together, which I find really interesting. In fact, even as a genre, it's not quite clear what this book is. Kind of between, there's so little in a way published on Lampens that this becomes a significant contribution to the knowledge base, the theory of it, except yet it's very personal at the same time. And I think that's what remains interesting as a book, but it also reflects very interestingly on the state of knowledge of the architect himself, which I find interesting. I mean, we at the museum now, we're working a lot with Dieter, the son. Mm-hmm. Bart talks about his father. There's some strange echoes, family echoes, and you feel like in a way the genealogy, the Lampen genealogy, the Lodewijk's genealogy haven't settled yet. There's something unsettled. Unsettling. You feel dissatisfied. It's a productive dissatisfaction, which I'm excited by. So it doesn't really neatly fall into any category. Neither does the architecture. Neither does maybe even the photography, Jan's photography, documentary, highly subjective, highly poetic, and all of these incompletions make for a really interesting thing in the world. Mm-hmm. Mm-hmm. And as a director of the museum, you coordinate the Artist in Residence program at the Van Wassenhoven House. And I wonder to what extent these residencies interact with the architecture of Lampens. And I also wonder if there are parallels or striking differences with the way Bart and Jan looked at Lampens' architecture and interfered with it in their work. Yeah, in fact, I really read the book. The images and the text is a kind of invitation to rethink how we also imagine a residency. The idea of a residency is a kind of static, meditative placement in an architecture that would be static. And I think what the photographs and the text do is, I think it's been mentioned many times, is this kind of wandering, this kind of endless kind of unfocusedness. You know, you look at the line in the detail, but suddenly you zoom out and you see the structure that it's on. And I find that could be really an interesting model for a residency that wouldn't be very residential in a way. You'd have to imagine kind of new ways of going through the architecture, living around it. You don't need to stay in that bed at the Woning van Wassenhoven to maybe understand the architecture best. Maybe you have to circle it, draw on it, exist outside of it. So I feel that's the invitation. It's a theoretical proposition that I think we should take seriously, is that can we reside in this unresidential, it's very unresidential to me, the Lampens architecture. It's not cozy. I mean, it's warm, it's organic, but it doesn't have this, 50s, 60s family unit myth about it. It invites wandering. And so, I think I'd like to really take up that invitation at the book that Bart and Jan proposed. Mm-hmm. That's very nice. Jan or Bart, do you want to add something to the reflection of Anthony? Would you be interested to also work, you already worked in private houses, of course, but the Van Wassenhoven House has a special status at the moment. Well, yeah, I had 3 years ago, I had an exhibition in the Museum Don Danens, and of course I visited the Wassenhoven House, and it's completely different from that chapel. The chapel was it's really huge, and you always can go in. And the Wassenhoven House, you need permission to go in. It is more a private house, and the chapel is it's a shell. It's open for everybody who's passing by. So from the when you see the architecture, there are a lot of similarities, but how the building is meant, it's quite different. So in that way, it's a completely other concept and quite interesting because the architect is the same. Yeah. So it's not doubling the chapel. It's a completely new project with a lot of background of Lampens' concept. But I have to say that I would like to take what the book on the chapel proposes. Your book, that actually you could see these houses as areas of transit. I think that's where we're. With the museum, we're trying to go, trying to de-sacralize, to kind of de-unify the experience
and maybe render it more porous and open to the neighbors. You know, there are neighbors that are voting from Hasanova. There's a street, it's a community, it's Latham. And so how do we connect the house to its environment is an invitation, I think, that comes across in your text and in Jan's photograph. So I think we can learn from your view on the chapel to make the residency less interior, less internal. Mm-hmm. It's the Wassenhoven house is interesting because it has a context as well, of course. Yeah, that's when you photograph the house, you have to photograph the whole context. We talked about that. I photographed it right in 2010, and I remember that then it was still with full of stuff from the people who were living there. But I wonder. Yeah, I wonder what it is now for the moment, because I haven't been there after a long time, so. Mm-hmm. Okay. Thank you very much, Anthony. Before giving the floor, maybe I'll switch to Dutch again. If it's okay for you, thank you. Voordat we afronden en ook kijken naar de vragen die van het publiek zijn gekomen, wil ik nog één vraag stellen. Dit is het derde boek en helemaal in het begin. Bart, zei jij iets van, enerzijds is het nu afgelopen, maar anderzijds suggereerde je ook van het is een project dat eigenlijk nooit echt afgelopen zal zijn. Komt er nog een vierde deel? Het leven gaat verder. Hè? Het is, een project is eigenlijk, een project is niet afgelopen als de omgeving jou nog niet kent, zeg maar. Dus een project eindigt eigenlijk als een omgeving jou wel kent en als je terug kan keren en nog verder kan gaan. En ik denk dat, ik heb het gevoel dat dit project geëindigd kan worden en dat betekent dus dat ik eraan door kan blijven werken, want ik kan terugkeren, want de mensen die daar wonen kennen mij en kennen ons. Mm-hmm. Ik denk tijdens alle gesprekken heb ik zo gedacht van aan een uitspraak die mij gisteren ter oren kwam van een oud student van Lampens. Die zei altijd dat Lampens tegen haar zei, je moet nooit om de brei heen draaien. Je moet op de pot gaan zitten en kakken. Oké, okay, ik... Typische Lampens uitspraak, denk ik. Je moet er gewoon aan beginnen en vastpakken en doen. Oké, okay. Ik verneem net dat we technische problemen hebben en dat de mensen thuis alleen een zwart beeld hebben, alleen geluid horen. Dat is erg vervelend. Excuses aan de mensen die het trachten te volgen. Wij hebben nog wel beeld aan dit deel van de technische installatie. Ik zou toch het woord nog willen geven aan mijn collega Egon, die de chat heeft opgevolgd en die een aantal vragen heeft. En hopelijk lukt het ons om... Ik weet niet of mensen thuis nu het beeld kunnen zien dat geprojecteerd wordt. Ik hoop het. Goedenavond iedereen. Ik heb met heel veel plezier het gesprek gevolgd. Voor mij persoonlijk was het een hele mooie introductie in het werk van Kempenaars en Lodewijks. Ik heb ook de chat gevolgd. Er kwamen een aantal vragen. Ik heb er drie uitgehaald. I'm going to start with one in English. The other two are in Dutch. So it's a question regarding whether the book or the architecture is the medium. I'm just gonna read the question. I was wondering what the role of the photographs is in relation to the drawings or tags. There's clearly a relation or parallel to the work of Robert Smithson and his notion of the picturesque. For instance, a tour of the monuments of Passaic and also his piece on Central Park. But one wonders if the photographs in the book are documenting the drawings, let's say the artwork, or if the book is the site where the art performance really unfolds. I think it's a question for both of you.
Yeah, I surely think that photographs are documenting the drawings because they also disappear after some time. But it's not only about documenting the drawings, but also showing the real context of the building, because most of the images from the building never show the context. So it's a combination of showing the context and also of the drawings. Yeah, after the rain, there's nothing else about, there's nothing anymore, just the photograph. So I think it's important also to make like good images from the drawings themselves. I'm not sure, Bart, if you have to add something to this or. Yeah, it's a pure collaboration. So from the beginning on, we were not sure if we have the budget to realize a publication. So that was not the aim. So well, what we did, we made three ebooks just to bring our work together and see how it works. So it's a huge experiment with a lot of freedom. So there was no plan beforehand. I think because there was no plan, we got as a result this book. Mm-hmm. Okay, thank you. I hope it's a satisfying question. I think so, answer rather. Volgende vraag is gericht aan Jan Kempenaars. Degene die de vraag stelt wil eerst en vooral Rolf Quagebuur danken voor zijn mooie bijdrage. En dan volgt de vraag. Ik ben ook benieuwd naar de eigen rol van de foto's van Jan Kempenaars. In de e-book zijn veel foto's van de omgeving van de kapel te zien, die de ervaring van de kapel en de tekeningen eromheen enorm verrijken. Welke plaats hebben deze foto's en de samenwerking met Bart in jouw praktijk? Ik had, dus in 2010 had ik de kapel gefotografeerd en ja, dan kijk ik toch op een heel specifieke manier naar dat object. En door het feit dat nu Bart er ook een langere tijd over doet om die tekeningen te maken, ga ik op een heel andere manier ook de omgeving verkennen. En dacht ik ook aan de manier waarop dat de foto's van de kapel er vroeger waren, waarop er veel gemaakt zijn. En om daar toch iets tegenover te plaatsen, om een andere manier naar architectuur te kijken, dan louter een teambeeld te maken. Dus het feit dat Bart veel tijd nodig had ook om die tekeningen te maken, ging toch op een andere manier fotograferen. En een andere werkwijze te hanteren dan anders. En daardoor ontstaat er een heel ander beeld dan de foto's die ik vroeger maakte. Dus in die zin was dat wel voor mijzelf heel interessant. Oké, dank je, Jan. De laatste vraag leunt wat aan bij de laatste vraag van Sophie. Maar het is misschien wel interessant om ze nog eens te stellen. Ik stelde ze mezelf eigenlijk ook. Is aan jullie beiden gericht. Ja, hebben jullie nog plannen om samen te werken aan andere projecten in de nabije toekomst? En ik zou daar misschien nog aan willen toevoegen of jullie het mogelijk achten dat een ander gebouw of ook zelfs misschien een andere architect de aanleiding vormt voor een volgende episode? Of moeten we deze samenwerking als uniek en als uniek beschouwen? Nou ja, ik denk dat Jan en ik, we gaan zeker verder. Wij zijn ook al aan het verder gaan. Hè, dus werken, maar toevallig kreeg ik gisteren nog bericht of ik dan mee wil doen aan wat toe. En dat zouden we dan eventueel samen gaan doen. Ja, een beetje die vraag dan over onze samenwerking of dat zo blijft. Hè? Mm-hmm. Ja, ik denk dat het voor mij kort antwoord. Het was wel een volmondige antwoord, Jan, voor jou. Ja, er zijn nog een aantal gebouwen die recentelijk ook zouden afgebroken worden. En ik dacht dat het misschien interessant zou zijn om,
om die gebouwen via de kruittekeningen van Bart en via mijn foto's onder de aandacht te brengen. En misschien in zekere opzicht te behoeden voor een soort afbraak. Ja. Dat zou ook wel een interessant project vinden. En kunnen jullie al een tipje van de sluier lichten? Over welke gebouwen gaat het dan? Daar wil ik geen uitspraken over doen. Geen enkel probleem, begrijpelijk. Want ik ga er ook altijd van uit dat er heel veel van die gebouwen bestaan. En dat die gebouwen hebben ook altijd heel veel weerstand. Geen één gebouw is gemaakt om te betekenen met krijt. Er zullen misschien wel gebouwen bestaan die gemaakt zijn om te fotograferen. Wij gaan eigenlijk wel zoeken ook wel volgens mij die weerstanden op en het probleem van een plek. Die kapel van Kerselaren had ook een probleem. En dat wordt in het boek duidelijk gemaakt wat dat probleem precies was. Dus het ideale gebouw, dat gaan we zeker niet betekenen. Dat is het enige gebouw wat we gaan overslaan. Dus we gaan een problematisch gebouw zoeken. Oké. Heel veel dank, heren. Ik zie, er komen nog een aantal vraagjes binnen, maar ik denk dat de tijd op is. En misschien is het een voorstel dat we, als er nog vragen binnen druppelen, dat we die rechtstreeks aan jullie bezorgen. En dat we die op een andere manier met de luisteraars of met de volgers delen. Maar veel dank. Ja, allemaal. Dankjewel ook Egon om de vragen te modereren. Dan wil ik ook vanuit het hele VAI iedereen danken die vanavond volgde. Een bijzonder woord van dank aan alle panelleden. Dankjewel voor jullie tijd, voor jullie inzichten. En ook natuurlijk aan Jan en Bart voor vanavond, maar vooral ook voor jullie uitnodiging aan het VAI voor deze samenwerking. Ik wens u de komende weken en maanden een goede gezondheid. Een precair goed in deze tijden. Toch een fijn eindejaar gewenst en zorg goed voor jezelf en voor je naasten. En voor we hier alles afsluiten, het staat ook op de slide, voorlopig zijn het e-boeken bij Roma Publications, maar vanaf begin januari ook te koop. Dus onder de kerstboom kan het nog niet liggen, maar je kan misschien een boom geven. Oké, dankjewel. Dag.